komt een eind aan. Er is echt licht aan het eind van de tunnel. We hadden gehoopt dat het vaccin 65-70% misschien effectief zou zijn. En toen bleek het 95% te zijn. Nou, dat was echt ongehoord. Ik ben Mark Kaptein. Ik ben geboren in Losser. Ik ben opgegroeid in Wierden, op school geweest in Almelo. En nu ben ik medisch directeur bij Pfizer in Nederland. Ik werk thuis. Wij werken sinds 12 maart allemaal thuis. Ik kan me dat nog levendig herinneren. We hebben, 's ochtends reed ik naar kantoor. Ik had 's nachts slecht geslapen. Ik had een artikel gelezen over de impact van de pandemie. En ik kwam op kantoor. Ik vertelde het aan mijn collega's. Ik zei, jongens, we moeten voor de lunch moet iedereen thuis zijn. We hebben er overleg over gehad. En ja, zo hebben we het gedaan. En om 11 uur was het kantoor leeg. Heb ik maar heel weinig ruimte nodig. Ik bedoel, ik kijk hier lekker naar buiten. Ik heb mijn schermpjes en ik red het me hier prima. Ja. Maar het is wel grappig, want het is niet echt directeurskamer zo. Nee, maar ik voel me ook niet echt directeur. Ik ben ook gewoon heel erg betrokken bij. Ik ben ook nog steeds wel wetenschapper. Ik ben nog steeds wel iemand die het ook heel mooi vindt wat die innovatie kan brengen. En het geld is iets wat nodig is om die innovatie mogelijk te maken. Maar dat is niet per se mijn doelstelling. Pfizer is een heel groot farmaceutisch bedrijf. Wij focussen ons echt op innovatie, op het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. En ja, voor degenen die het gemist hebben, wij waren de eerste die een coronavaccin op de Nederlandse markt hebben mogen brengen. Wat wij gedaan hebben, we hebben vanaf het begin gezegd, dit is onze core business. Dit kunnen wij heel erg goed, maar dat betekent ook wel dat we er wat aan moeten kunnen verdienen. Als je er niks aan, daar zijn we open over geweest, transparant over geweest. En wat we ook hebben gedaan is dat we eigenlijk de hele ontwikkeling van dit vaccin hebben met eigen geld betaald. Dus we hebben geen subsidies aangenomen, dat hebben we heel bewust niet gedaan. Omdat we wisten dat als je subsidies aanneemt, dat je ook tussenrapportages moet maken, dat je moet gaan overleggen met overheden. En dat wilden we niet, we wilden juist vaart maken. Dus de 2 miljard die het gekost heeft, dat was dus een fors risico. Want we wisten nog niet of je überhaupt een vaccin kon maken tegen corona. We wisten ook niet of de technologie die wij gingen toepassen, dus een compleet nieuwe technologie, of die zou gaan werken. En desondanks hebben we er 2 miljard in gestopt. Dus dat risico hebben wij op ons genomen. Dan is het ook logisch als je daar aan het eind van een succesvol ontwikkelingstraject de vruchten van mag plukken. Nou, dat doen we. Dat doen we nog steeds heel bescheiden. Onze marges zijn redelijk en zodanig dat eigenlijk elk land in de wereld dit vaccin kan voorlopen. Wandelen in de bossen, in de duinen, is prachtig. En Haarlem is een hele mooie stad, dus daar ga ik ook graag naartoe. Gewoon af en toe ook maar gewoon even een stukje even door de stad, naar de markt, haring halen. En dat ontspant ook al. Mag ik een zwarte koffie? Ik wil er wel lekker bij. Hoe vreselijk deze crisis ook is, we hebben er ook gelukkig positieve dingen uit kunnen halen. Dat vind ik wel prettig. Wij hebben bijvoorbeeld geleerd dat ook een heel groot bedrijf heel wendbaar kan zijn in het ontwikkelen van een vaccin. We hebben laten zien dat we binnen een jaar, eigenlijk binnen 9 maanden, een vaccin hebben kunnen ontwikkelen van niets tot goedgekeurd. Ja, en dat is iets wat we hopen dat we in de toekomst ook weer gaan gebruiken. Dat we niet 5, 6 of 10 jaar doen over het ontwikkelen van een geneesmiddel of een vaccin, maar dat we dat terug kunnen brengen tot 2, 3, 4 jaar. We hadden gehoopt dat het vaccin 65-70% misschien effectief zou zijn. En toen bleek het 95% te zijn. Nou, dat was echt ongehoord. Binnen in de vaccinontwikkeling is dat een percentage wat je maar zeer, zeer zelden meemaakt. Dus ja, daar waren we heel blij en heel content mee. En dat ging het dak eraf. Als je kijkt naar het aantal vaccins wat we gaan leveren, als niet alleen als Pfizer, maar ook alle andere vaccinontwikkelaars, dan weten we dat in het tweede kwartaal komen er 22 miljoen doses vaccin. Dat betekent dat er 11 miljoen mensen mee kunnen worden gevaccineerd. Als je daarbij optelt de vaccins die al geleverd zijn en ook degene die al infectie hebben doorgemaakt, dan zit je op dat moment, eind van het tweede kwartaal, dus eind juni, zit je al tegen groepsimmuniteit aan. Dat betekent dat je vanaf, laten we zeggen, april gaan de eerste maatregelen eraf. Ik hoop dat dan de terrassen weer open kunnen. Restaurants ook weer gedoseerd open, ondergecontroleerd met een aantal mensen per restaurant. In mei wordt het echt al een heel ander verhaal. En in juni voorspel ik dat we gewoon weer een feest kunnen vieren. Nog wel buiten, niet binnen met een paar honderd mensen of met een paar duizend. Maar buiten gaat er echt wel weer het een en ander mogelijk zijn. En ja, dat is denk ik ook wel belangrijk. Dat we ook een beetje die positieve spirit. Dat we ook weten van er komt een eind aan. Er is echt licht aan het eind van de tunnel.
Nog even doorbijten, we zijn er bijna.